Woe, woe! Welkom bij de Daily Business Boost Live Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder! Ja, dames en heren, goedemorgen, goedemorgen, zonder zorgen, wat fantastisch dat jullie er zijn. Goedemorgen, lieve Rianne, wat goed dat je er bent. Good morning, buenos dias. Hallo, hallo, ik zit toch altijd zo te klooien met dat stomme licht, jongen. Het is echt zo irritant. Nou ja. Nou, goed dat je er whatever bent. Ga maar lekker klooien. Ga maar lekker. Terwijl ze lekker aan het klooien is, laat ik meteen alle kijkers en luisteraars bedanken, dames en heren. We zijn al over 64.000 heen. We zitten op 64.162 downloads. Woehoe. Oh yeah. Oh yeah. Come on. Heerlijk, 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 heerlijk. Dus thanks iedereen, iedereen thanks. Terwijl ik iets aan het klote violen ben. Even kijken of het lukt. Ja, hij lukt. Dus voordat ik de vraag van de dag stel aan Rianne, waar ze zich ontzettend goed heeft voorbereid. Even kijken of ik iets hoor. Even kijken. Ja? Ja, even kijken. Dan zegt hij hier ergens. Zo, hoe was je Blue Monday, lieve schat? Goedemorgen. Jongen, ik had zo'n fantastische Blue Monday. Vertel. Hoe blauw ben je gisteren geworden? Oh, nou, ik was dit weekend wel aardig blauw, zondagavond. Zeg maar maandagochtend vroeg. Maar, want ik was net strand geweest. Ja. En we gingen lunchen. Maar dat werd uiteindelijk zo leuk dat we uiteindelijk met de hele troep weer hier naar huis zijn. We gingen lunchen aan het strand. Toen gingen we hierheen en toen hebben we muziekspelletjes. Ja, ik ben dan bloedfanatiek. Oh, lekker hoor. Een soort top 40. Ja, ik hou er onwijs van. Dus het werd heel erg laat met de nodige yerbas, wat het plaatselijke drank is. Maar toen was het maandag Blue Monday. En toen heb ik dus gewoon, zijn we gestart, Aramiek. En ik wil, jongens, ik weet dat ik misschien te veel geheimen verklap. En de magie van ondernemen misschien wel echt downgrade naar, oh, nou, het is allemaal helemaal niet zo makkelijk en leuk als het lijkt. Nee, dat is het inderdaad niet. Maar zoals jullie allemaal weten, is Aramiek mijn business coach. En alles is veranderd sinds Aramiek in mijn leven is gekomen. Want een voorbeeld daarvan is dus de lancering, dus gisteren, Blue Monday, is gestart. En waar ik vroeger lancering deed, plat lancering. Dus ik heb dit, kun je kopen, kost zoveel. Nou ja, dat is dus eigenlijk helemaal geen lancering. Ja, en ik kijk, nou sla ik het helemaal plat. En dat is voor heel veel mensen, haal ik nu misschien de romantiek eruit. Maar een lancering is zoveel meer. Dus je begint ook vooral eerst met dingen weg te geven. Give first, ask later. Yes, man. En gisteren zijn we dus begonnen. En dat is alleen deze week verkrijgbaar. Met het weggeven van een te gekke weggever. En namelijk de Wees je eigen Sherlock. Een e-book, een document waarin drie toptips staan om nou eens te achter te komen wat het is wat je echt wil. Want we merken toch dat of mensen zijn al aan het ondernemen of willen gaan ondernemen, maar dat ze nog wel vaak zoeken naar, ja, wat is het nou precies wat ik wil? En je merkt ook heel veel, en ik denk, Aramiek, dat jij daar misschien ook een goed voorbeeld van hebt, maar in mijn omgeving zie ik heel veel vooral jonge vrouwelijke ondernemers of net startende vrouwelijke ondernemers. They are all over the place. Yes, man. Je vindt dat je alles maar moet doen en je vindt alles leuk en je pakt alles aan en je, terwijl die focus is zo vreselijk belangrijk. Yes. En vandaar ook dat gratis document. Ik zie hieronder staat inderdaad de link. Die kun je downloaden en dan ja, heb je gewoon dit e-book. En het is een opmaat eigenlijk naar de lancering van mijn fly training. Ja, heerlijk, heerlijk. Voordat je daar weer alle geheimen gaat vertellen, een hele goede morgen. Line zegt, ja hoor, daar zijn ze weer hoor, zeker. Helene zegt, ja, good morning. Tina zegt, ja, goedemorgen beste vrienden. En even kijken, ja, ook hier alles veranderd sinds Aramiek mijn mentor is bij deze. Dankjewel Aramiek. Nou, heel graag gedaan, heel graag gedaan. Helene knalt overal even de, oh dankjewel Helene, zowel op LinkedIn super als op Facebook knalt ze de link in van het e-book. Guys, weet je, gaat gewoon downloaden, maar ook, pak de tips op, ga het implementeren.
En B, ik heb het al vaker gezegd, vorige week zei ik het al. Het is handig om te zien. Ik bedoel, voor mij is de snelste weg naar groei is moduleren van succesvolle mensen, template, stappenplannen. Simpel. Ga achterop de fiets bij ons zitten. Ga achterop de fiets bij ons zitten en kijk maar wat we gaan doen. Deze week zijn we begonnen. Rianne doet aantal, LinkedIn Lives, Instagram Lives. We zijn met het eerste e-book begonnen. Daarna zijn we langzaam mensen aan het wakker schudden richting een online masterclass die gaat komen. Maar deze week doen we het ene e-book. Volgende week komt het volgende e-book. Dus we zijn van alles nog aan het doen. Innoveren, optimaliseren. You want to call it anything. Maar het is een opmaat. Het is een opmaat naar iets. En dit is een ontzettende dooddoener. Ik weet het, heel Nederland praat erover. Maar kijk maar wat voor lancering bijvoorbeeld zo'n programma wat nog en niet eens uitgezonden is, heeft gedaan in hele mediawereld wat betreft The Voice of Holland. Ik bedoel, de uitzending is nog niet eens geweest donderdag en alle media-aandacht is inmiddels al mega op donderdagavond, weet ik wel wanneer ze gaan uitzenden, verhaal. En zoiets wil je doen. Nu klinkt het, ga dit voorbeeld absoluut niet gebruiken als ding, maar het is wel het effect wat je wil doen voordat het product al, zeg maar, bij de bark ligt. Wil je zoveel mogelijk buzz creëren, wil je zoveel mogelijk aandacht erop hebben. En een van de manieren is, zorg voor zeer hoogwaardige gratis producten. Zorg dat je zichtbaar de boost gaat geven. Maar give first and ask later. Ja, want ik heb wel een vraagje over, Aramiek. Ja, want ja, jij weet dat ik doe altijd alles en dat komt op als poep en dan ga ik dat doen. Net zoals dat, ja, wij bereiden dit ook nooit voor. En ik zeg dat dan ook van, goh, wij geven gratis producten weg in de aanloop, want dit is een lancering naar mijn training. Yes, exact. Ik vind, en ik weet dat dit vloeken in de kerk is, als ik het vergelijk met bijna alle andere coaches, wet van aantrekking, mensen die eigenlijk communiceren dat je iets gratis krijgt. En daarna in de mail krijg je allerlei aanbiedingen. Ik vind dat ik bij voorbaat al moet en mag communiceren over het feit dat jij krijgt spullen van me gratis, maar ik heb er ook een doel mee. En degene die erop aangaan, gaan erop aan. En zo niet, all fine, weet je wel. Maar ik vind wel dat ik dat eerlijk, want het zijn twee dingen. Ik denk namelijk dat je de verkeerde doelgroep aantrekt als je aan de voorkant alleen maar communiceert dat je gratis spullen hebt die mensen zomaar gratis bij je af kunnen komen nemen. Dat ten eerste, want dan krijg je echt alleen maar de freeloaders. En ik vind gewoon, ja, weet je, honesty first vind ik heel belangrijk. En het tweede wat ik daarover wilde zeggen, dan ben ik het volgens mij even helemaal kwijt. Volgens mij, ja, ik vind het ging om, ja, communicatie, beetje, dat je van tevoren communiceert dat je dit gratis krijgt, ja, na aanloop van je betaalde training. Dat was, ja, de context, oh, volgens, ja, mij. En wat jij mij echt hebt geleerd is, oh ja, dat is een hele belangrijke. Dus de eerste is, anders trek je de verkeerde doelgroep aan. Nee, eigenlijk drie. Honesty first, anders trek je de verkeerde doelgroep aan. Maar de derde is, en die heb jij mij echt geleerd, Aniek, is zorg dat mensen eerst iets moeten doen voordat ze überhaupt toegang hebben tot je training. Wees maar eens die door, bitch. Ga maar eens testen of mensen het inderdaad zo graag willen. Dus downloaden ze dat e-book. Doen ze dat niet? Kijk, en dat is, oh jongens, dit is zo'n eye-opener. Je kunt niet zomaar in mijn training komen. Die is niet voor iedereen. Die is echt alleen voor de mensen die nu al aanstaan. Ja. En die nu al iets downloaden. Die krijgen op een gegeven moment toegang tot mijn gratis masterclass. En tijdens die masterclass kun je je aanmelden voor de training. Holy crap. Hoeveel poortjes, Euro Disney is er niks bij. Hoeveel poortjes wil je maken om iemand toegang te geven tot je betaalde producten? En ik ben dat gaan durven, doordat jij als coach mij dat systeem hebt uitgelegd. En dat we natuurlijk ook aan de achterkant Helene hebben, die alles waanzinnig goed inricht. Maar dit is zo'n andere manier van denken. Want het stopt ieder gevoel van denken en ondernemen vanuit tekort. Ja, exact, exact, absoluut. Daar is het ook gebaseerd op. Want een van de belangrijkste menselijke triggers is niet alleen dat je geef eerst, doe tweede, is de wet van wederkerigheid. Het moment dat je, en de derde is kwalificeren als een doorbitch. Want als mensen het makkelijk krijgen, als in ze hoeven niks voor te doen, guess what, ze laten het. Ik bedoel, volgens mij is het niet online. Aniek, als je aanwezig bent, laat me weten. Ik ga zo meteen alle mooie comments lezen. Ik bedoel, ik heb gisteren dus twee mailings gedaan. Want de replay time van mijn eigen masterclass en de online business campus is er nog één dag. En gisteren heb ik een mail gestuurd. Jongens, dit is je laatste kans. En volgens mij s'nachts, Aniek, ik hoop dat je er bent, zo niet check in herhaling, heeft ze om 1:30 nog alsnog de training gekocht. Echt 1:30. Dus ik werd vanochtend wakker. Ik dacht, yeah, I'm a money magnet. Dus het is ook een van de mooiste
triggers, een van de mooiste tools om mensen heel zachtjes, maar wel heel bewust te maken. Hey, joh, weet je, dus een, dat noemen ze altijd, ik had er een hekel aan, vroeger noemen ze dat altijd de window of opportunity. Er is een window of opportunity en als je hem niet pakt, dan mis je hem. Dacht, ja, Jezus, waarom doen jullie zo moeilijk dit, dat? Totdat ik ging ondernemen, dacht ik, ja, want wij mensen, als de window of opportunity een poort is, zeg maar ongeveer, als een voetbal doet, dan doet niemand mee. Totdat je de window kleiner, kleiner, kleiner gaat maken. Ineens, last minute komen heel veel aanmeldingen. Last minute komen heel veel sales aan. Last minute komen. Omdat wij mensen hebben iets met triggers, deadlines, geïrriteerd zijn, maar ook alsnog gewoon gaan inschrijven. Dat is heel grappig. You know? Ja, en de fear of missing out. Ik zeg het, een FOMO. Fear of missing out is mega. Even kijken. Jolanda zegt, ja, goedemorgen. Tina zegt, ik heb het gedownload, ga het vanavond lezen. Marilou zegt, ja, mooie mensen, joybringers. Yeah, Anouk is er ook. Good morning, sunshine. Tina zegt, klop, ik dacht nu ook aan win, absoluut. Jolanda zegt, goede werkwijze. By the way, Jolanda, jij bent ook een van de online business campus deelnemers. Yeah! Fantastisch, op dezelfde dag beslissing genomen om te doen. Interessante gedachte hierachter, zegt Marlou. Chantal zegt, ja, good morning, joybringers. Jolanda zegt, ja, weer een eye-opener hoe je ook kunt aanpakken. Guys, absolutely. Een van de belangrijkste dingen, je gaat het 80.000 keer van ons horen richting het hele land zingen en zo, is, weet je, de kansen dienen zich niet altijd aan. Dat zeg ik altijd bij mensen. Ik zeg, joh, op dit moment ben ik dit aan het doen. Op dit moment ben ik host van Daily Business Boost. Op dit moment ben ik de online business campus aan het doen. Vorig jaar zei ik, hey, ik val volgens mij weg nu. Hey, what happened? Hallo. That's very interesting. Hallo. Let's see. Papa. Rihanna, ben je daar nog? Hallo. Ai. Ja, zijn we daar? Of zijn we niet? Ik hang vast. Ik heb geen idee waar jullie allemaal zijn geweest. Rihanna, was het leuk zonder mij? Wat happened? We gingen echt underground. Wij. Yeah. Even checken. Is iedereen hier, guys? Laten we vieren. Ik heb geen idee. Jullie zijn doorgegaan met de uitzending volgens mij, want ik zie de klok doordraaien, ja. Toch? Ja, nee, helemaal. Nee, ik dacht dat het aan mij lag. Dus ik ging... Hier, Marlou zegt, ja, dit is om te laten zien waarom ik helemaal in zijn flow zit als hij helemaal in zijn element aan het zijn spreekt. Ja jongens, ik heb echt hier mijn allerbeste geheimen net gedeeld, dus mocht je dat willen zien. Die is net weggevallen. Waar hadden we het net over? Ik ben hem kwijt gewoon. Nou, ik wil hem even resumeren. Yes, want ik denk dat dit een hele. Ik zit het voor mezelf net, want bij ons komt dat ook altijd maar gewoon op. En ik wil hem nog heel even delen. Yes. Gaat om. Want dat is wel een mooie. Ik ben ook blij dat Tina er is, want die zei vorige keer al: als je gaat ondernemen, je gratis producten, betaalde producten. Wat is nou daar in de balans? En hoe. Nou ja. Het is zo belangrijk om op het moment dat je gratis producten weg gaat geven, dat daar een strategie achter zit. Dat daar een funnel achter zit. En de funnel klinkt echt super saai. Vergeet het woord ook, maar dat er in ieder geval een idee achter zit. Dus als mensen zomaar je spullen kunnen downloaden en verder heb je daar geen actie op. Ja, allemaal prima. Maar dan, dat is geen ondernemen. Dat is een stichting runnen. En dat is ook prima, maar dan moet je ook niet verwachten dat je er geld mee gaat verdienen. Dus eigenlijk de belangrijkste punten voor mij is eerlijkheid. Ik vertel altijd vooraf dat mensen dingen van mij krijgen omdat het in een lancering is naar een training, naar een boek, naar een masterclass. Dus die eerlijkheid. De tweede is dat op het moment dat je gratis producten gaat weggeven in een strategie, dus in mijn geval omdat Helene aan de achterkant, dat op het moment dat iemand iets downloadt, dat ze dan mail ontvangen, ze krijgen toegang tot een aantal zaken, ze krijgen toegang tot een masterclass, ze krijgen uiteindelijk de aanbieding voor de training en zij zijn ook de VIP's die uiteindelijk toegang hebben tot die training.
Dus dat je de juiste doelgroep aantrekt. En niet alleen maar de freeloaders van je kunt allemaal de hele tijd maar gratis free stuff bij mij downloaden. Voor de rest vraag ik niks van je. En de derde is dat je die doorbitch bent. Dus in mijn geval, nee, niet iedereen kan zomaar mijn training gaan volgen. Dat zijn alleen de mensen die het gedownload hebben. Die zich aangemeld hebben voor de masterclass. Want op die manier zorg je dat je ook omringt, in mijn geval, met dreamchasers. Ik wil me niet omringen met mensen die het gevoel hebben dat ik hen iedere dag een kick in de butt geef om hun dromen waar te gaan maken. Ik help ze online, maar ze zullen het zelf moeten doen. En dat zelf moeten doen, dat begint al met meld je aan, download het e-book. Op het moment dat mensen dat niet doen, krijgen ze gewoon geen toegang. Ja, en sommige mensen, je ziet dat Tina zegt, ik heb trouwens niet alleen het e-book van Rihanna gedownload, maar ook het e-magazine, Schatgraaf in jezelf, gekocht. En toen dacht ik bij mezelf, hé, ik ben wel de ideale klant. Mag ik daar wat over zeggen? Jazeker, daarom heb ik hem opgezet. Ja, ik zag dus, maar dit is geen grapje. Gisteravond ging ik naar bed en ik heb altijd een steen in mijn hand. Van Sabrina, prachtige steen. En daar neem ik altijd mijn dankbaarheid door. En op een gegeven moment, ik was een beetje in slaap gesukkeld. En ineens zag ik gewoon voor me dat Tina niet alleen deze training, maar daarna ook nog doorgroeit naar die Love Your Life training. Want die sluiten allemaal zo goed op elkaar aan, dat ik dacht, oh shit, ik zit gewoon aan handel te denken, terwijl ik moet gewoon gaan slapen. Maar het was meer vanuit verbinding dat ik dacht, ja, zo gaat dat gebeuren, snap je? En Aramiek, omdat jij mijn coach bent, merk ik ook steeds meer dat dingen in een flow, omdat we die hele jaarplanning nu gemaakt hebben en die volgorde zo op elkaar afgestemd hebben van al die lanceringen, dat ik denk, ja, en Tina was voor mij eigenlijk het voorbeeld, maar ik bedoelde eigenlijk mee dat mensen kunnen gewoon van de ene training zo naar de volgende masterclass of naar het boek, zeg maar, doorstromen steeds. En ja, daar word ik gewoon, dat ik dacht, ja, dit is gewoon goed opgebouwd. Ja, absoluut. En waar Tina het zo over had, is de e-magazine Schatgraaf in jezelf. Dus de basis van alles ontdek, kernwaarde. Wat is jou? Dit is waar het hart op gaat dansen. Loslaten om te groeien. Change the rules. Beslissen zelf. Nou, dit is zeg maar het stukje waar Tina het over had. Van ik ben ook meteen dat gaan doen. En niet alleen van Rianne, ook van Aramiek en Laura. Daar ben ik trots op. Want dat betekent dat ik supergoed bezig ben met mijn persoonlijke ontwikkeling. Absoluut. Wat mooi. En Jolanda zegt, ja, je bent een hulp voor ons. Maar we mogen het realiseren met wat voor richtlijn jij mij geeft. Meegeeft, Rianne. En Marloes zegt, ja, mag ik nog heel even iets tegen Jolanda zeggen? Zeker. Jolanda, blijf actief in de tribe. Mensen hebben op jouw post gereageerd. Zorg dat je in communicatie blijft. Mensen die hebben jou welkom geheten, want je hebt jezelf voorgesteld in de tribe. Super tof. Zorg dat je daarin actief bent. Dit is ook weer een gratis cadeau. Maar je zult een stukje continuïteit daarin om ook echt in verbinding te blijven. Want het zijn allemaal te gekke ondernemers. En om die kant continuïteit en dedication. Yes. Het is zo belangrijk. Absoluut, goed zo. Great. Dus blijven zichtbaar. Marloes zegt fantastisch. Die rookkwart van Sabrina is amazing. Heerlijke manier om je dag te starten en af te sluiten. Nou, talking about de engel. Daar is Sabrina die zegt, lieve Kanja, ziet er super mooi uit. En Tina zegt, ja, maar dat is ook zo. Want als één product van iemand neemt, je bent dan super tevreden. En ga je automatisch meer willen. Want dat is de bedoeling, guys. Dat noemen we ook wel eens, als je een stukje van Tina mee gaat luisteren. Dit noemen we ook de customer journey. Dit noemen we ook de ideal client journey. Want als het goed is, en daar zijn we heel hard mee bezig aan de achterkant bij Rianne, om op deze manier eigenlijk hele jaarplanning zo gaan maken, dat er gewoon een reis is van medereizigers die gewoon heel klein beetje met micro-commitment, grote commitment richt, micro-commitment, eigenlijk het hele jaarplanning van Rianne is een fantastisch voorbeeld van een ideal client strategy, een ideal client journey, zeg maar. Want zo hebben we het ook gezet. En jongens, jullie weten niet wat er allemaal gaat komen. Er komen dit jaar al binnen, wat is het, binnen nu een 4 maanden al, komen zulke gave dingen die je nog nooit van Rianne hebt gezien. Die ontzettend exclusief gaan worden. Die het dak ervan gaan. Ja, echt niet. Ja, ik ga niks zeggen. Sorry. We gaan straks over brainstormen inhoudelijk. Maar weet je, en dat is wat we continu aan de achterkant, continu in ons achterhoofd hebben. Hoe kunnen we nog meer, nog beter, nog exclusiever, nog mooier de verbindingen maken met Dream Chasers? Hoe kunnen we nog meer, zeg maar, waarde geven, zodat die tribe ook mega gaat groeien. Dus het is echt amazing.
En Jolanda zegt, ja, is goed, ben er al mee bezig. Sabrina zegt, ja, thanks to the compliments, we rock together. Dank je, dank je, dank je, dank je. En Marlou zegt, Tina typt heel snel. Fantastisch. Anyways, ik ben helemaal iets heel blij. Wil je nog iets hierover vertellen? Want ik heb iets leuks voor je zometeen. Kom maar door. Kom maar door. Quote van de dag. Ik heb hem voorbereid. Yes! Wauw. Omdat we vorige keer vroegen bij hem thema's. En Tina had een paar hele goeie. En ik wil eigenlijk eentje van Tina, die zij had voorgesteld, benutten. Als thema voor vandaag. En de quote die daarbij past is: jealousy is when you count someone else's blessings instead of your own. Wow. Ja, die moet je nog een keertje gaan vertellen. Nog een keertje, nog een keertje. Jealousy is when you count someone else's blessings instead of your own. Wow, that's a deep one. That's a deep one. Dus we gaan vandaag het hebben over jaloezie. Nou, jaloezie en wet van aantrekking, zeg maar. Yes. Hoe dat zich verhoudt. Yes, en Tina zegt, maar het boek van Rianne is ook zo bijzonder. Het is echt een heel mooi ontworpen, absoluut. Ah, dankjewel. Dat is lief. En Marlou zegt, ja, ik leer echt zoveel van jullie in alle opzichten. Thank you, mooie mensen. Guys, het is graag gedaan. So, let's talk about jaloezie. Nou, laten we een vraag stellen. Guys, hoeveel van jullie is wel eens jaloers geweest of is wel eens jaloers op succes of zakelijk succes van andere mensen? Laat ons in de chat weten en dan mag jij hem openen, Rianne. Nou, ik weet je, true confession natuurlijk, ik ook. Nog steeds, tuurlijk. Ja. You're only human. Ja. Ik zal jullie een voorbeeld laten zien. Even kijken of ik hem heel snel kan naar voren halen. Kijk, guys, ik heb zelfs een diploma van mijn jaloezie. Hoeveel van jullie, laat me hieronder weten, wil jullie mijn diploma van mijn jaloezie zien? Laat me hieronder weten dat je echt het bewijs wil zien hoe jaloers ik ben. Seriously, want ik heb zometeen het bewijs. Ga ik met jullie delen. Ik ben mega, mega jaloers, let op. Even kijken of ik hem kan share. Kijk, hier ben ik dus mega jaloers op. Hier. Dus ik ben mega jaloers als je kijkt van links naar... links naar rechts. Naar Tony Robbins. Robert Kiyosaki. Patrick McDavid. Shalene Johnson. T. Harv Eker. En Brandon Bouchard. Ik ben daar mega, 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 mega jaloers op. Dames en heren. Want ja, ze doen iets wat ik heel graag wil. Dus hier is mijn bewijs. Ik ben fucking jaloers op al die mensen. Even kijken, maar Lou zegt, tuurlijk, wie niet? En alles zeggende weer, jaloezie is zo negatief, zo zonde van je energie. Heel goed, tuurlijk. Dacht dat je het ging delen, maar daar gaan we over hebben. So, let's start. Wat versta jij onder jaloezie, behalve wat we net zeiden? Nou, misschien is het ook even goed om heel even de vraag terug te plaatsen. Want ik zat even na te denken over het onderwerp wat Tina dus had gedeeld. Dus wet van aantrekkingskracht en jaloezie. Er zijn namelijk twee dingen. Bedoel je, hoe ga ik om... Dus Tina, antwoord hieronder even. Hoe ga ik om met mijn eigen jaloezie? Of hoe ga ik om met de jaloezie van anderen? Dat zijn natuurlijk twee componenten. Dus ik ben even benieuwd in toen zij dat thema gaf... vanuit welk perspectief? Dus vanuit jezelf of vanuit anderen? Kijk, en het feit dat ik Dream Chasers Lab ben begonnen... is natuurlijk om één hele belangrijke reden. Dat is dat je bent het gemiddelde van de mensen met wie je omringt. En het is zo belangrijk om je te omringen met support, met positiviteit, met eerlijkheid. Dat is uiteindelijk de hele purpose van Dream Chasers Lab. Want de wereld wordt echt een stukje leuker als... Op het moment dat jij zo druk bent met het waarmaken van je dromen, is er geen jaloezie, is er geen drama, is er geen... Joh, dan ben je veel te druk om je überhaupt bezig te houden met anderen eigenlijk. En natuurlijk komt er dan wel eens een Instagram iets voorbij dat je denkt... Jezus, wat knap. Daar ben ik nog lang niet. En nou ja, ik weet je wel dat? Maar jaloezie is... En ze zegt jaloezie van super... anderen. Dus dit is de context waar ze het vertelde. Ja, hoe ga je okay. om de jaloezie van andere mensen? Ja, want mijn vraag is dan, heb jij daar veel last van? Dus met andere woorden, zijn er veel mensen in jouw omgeving waarvan jij het gevoel hebt dat ze je dus niet supporten? Want mensen die jaloers zijn, zullen je nooit supporten, want ze zijn jaloers. En dat is natuurlijk een hele essentiële. En eigenlijk is dat de mooiste. Want
Daar heb je altijd regie over. Jij bepaalt met wie je omringt. En zelfs al zijn het familieleden, dan kun jij die relaties altijd nog op een bepaalde manier helen door hoe jij ermee omgaat. En het feit dat je het zelf in de hand hebt, is zo ongelooflijk krachtig en hoopvol. Want jaloezie hoeft geen onderdeel in je leven, van je leven uit te maken. Dat hoeft gewoon helemaal niet. En ik ben wel even benieuwd of... wat zegt Tina? Ja, super veel last van, want ze proberen je dan te kwetsen en onderuit te halen. Dus ze zijn gewoon dus letterlijk fysiek je geweld aan het doen. Zeg maar verbale geweld en directe geweld en buitensporig geweld. Nou ja, dat is alleen maar goed, zou ik zeggen. Ja, nou kijk, wat ik bijvoorbeeld veel... Bijvoorbeeld een goede vriendin van mij, die hebben het gewoon heel goed. En eigenlijk gewoon beter dan wat iedereen ooit verwacht had. En zij komt dan wel eens bij mij en ze, ik weet niet zo goed hoe ik moet uitleggen, maar dan zeg ik, hou eens op over dat geklaag. Want zij zegt dan, ja, dan hebben we, ik noem maar wat, het is gewoon allemaal zuur verdiend geld. Ze hebben een hartstikke mooi huis, ze krijgen weer een nieuwe auto, dit en dat. Nou ja, als je daarvoor werkt, ik had het ook gedaan, weet je wel. En, maar zij merkt bijvoorbeeld dat haar ouders dan heel erg richten op haar broer, die het veel minder heeft. En dan heet ze, oh, hij heeft zo'n mooi huis, hij heeft zo'n mooi huis. Terwijl in vergelijking zij in een paleis woont, ik zeg maar wat. En dan zegt ze, ja, dan ga ik naar mijn ouders en dan vertel ik dit en dan vertel ik dat. Dan zeg ik, ja, maar daar zit het hem. Stop met het te delen. Want jij bent een soort van masochistisch bezig door een bevestiging te willen ontvangen van de mensen die het je nooit gaan geven. En wat zij aan het creëren was, was een jarenlange slachtofferrol. En ik ga nu echt heel eerlijk zijn, Tina. Af en toe moet je een beetje hard zijn. Wil je slachtoffer zijn? Dus met andere woorden, bevestiging willen blijven zoeken bij de mensen waarvan je weet dat ze jaloers zijn, dat ze afgunstig zijn, dat ze het niet gunnen. En dan vanuit je recht, natuurlijk sta je in je recht door te zeggen, ja, daar hebben we hard voor gewerkt en we krijgen niet eens complimentjes, sterker nog, we krijgen alleen maar kritiek. Het is zo lekker, want iedereen zal tegen je zeggen, nou, wat zijn die mensen stom of wat zijn ze dit en wat zijn... Maar wat voor energie geeft jou dat? Het is alleen maar de vermeerdering van de... Oké, deze is heel essentieel. Deze mensen injecteren jou met negativiteit. Op het moment dat jij die negativiteit een podium geeft, ga jij die negativiteit vermenigvuldigen. Yes. Dus op het moment dat je daar ook over tegen anderen over begint, besmet jij hen ook met negativiteit. Dus stop ermee. En stop er ook mee om... Kijk, en als het vrienden zijn, zorg dat het geen vrienden meer zijn. Want het zijn je vrienden niet. Neem er afstand van. Durf gewoon alleen te zijn. Durf gewoon alleen te zijn. Want als jij goed bezig bent, ga je vanzelf de juiste mensen tegenkomen. Want op het moment dat je namelijk afstand doet van die mensen, krijg jij die negatieve injectie niet meer. Wat betekent dat je omhoog gaat in je vibratie. En als je omhoog gaat in je vibratie, trek jij ook mensen aan die ook hoger in hun energie zitten. Dus dat is alvast gewoon super belangrijk. En als het gaat om familie, ik snap het. Iedereen zoekt op bewijs spreken aan zijn dood naar bevestiging van ouders of nou ja, broer, zus, weet ik voor wat. Maar stop ermee jezelf te pijnigen. Ja. Stop daarmee. En ga hen juist bedanken voor datgene wat ze wel voor je doen. Ja. Focus on the good. Ja, ik moet altijd denken aan, het is een hele mooie quote. Ik heb hem even omhoog gehaald. Bij dit soort dingen. Ik denk altijd aan deze quote van Tony Robbins. Die zegt, success leaves clues. Proximity is power. Love your family, staat er letterlijk, and choose your peers. Gewoon, love your family. Je hoeft helemaal niks te doen. Je hoeft helemaal niet ze haat. Je hoeft helemaal niet hun gevoelens over te nemen en dan minder van ze houden of wat dan ook. Maar onthoud altijd, familie heb je gekregen, vrienden, peers, masterminds, mentoren, coaches, whatever, kan je gewoon kiezen. Dus het moment dat je blijft hangen van, oh, zijn jullie zo jaloers op me, ze doen dit, ze doen maar mijn familie dat. Want ik zie hier ook bijvoorbeeld, Helene zegt ook, ja, ik heb, dankjewel Rianne, ik ervaar veel jaloezie in de familie, ik begrijp zelf niet, nu komt het. Let op, ik begrijp zelf niet waarom, mooi om er zo mee om te gaan, thanks. Nu komt het, de meeste van ons, dit is een valkuil van, ik wil ze zo graag begrijpen.
Guys, you don't want to understand it. Als zij een level 2 zit en jij zit op level 8, dan kan jij nooit, never, nooit begrijpen wat een level 2 denkt en doet. Dus stop met begrijpen, want nu komt het. Energielek, wat ik bij heel veel ondernemers zie die last hebben van, die probeert te vergoeilijken, rechtvaardigen, begrijpen, analyseren, doodanalyseren, allerlei redenen bedenken. Heb ik iets gedaan dat ze dit doen? Heb ik dat? Alles bij jou zoeken. Stop het continu bij jezelf te gaan zoeken. Net als dat zij bijvoorbeeld een kippenbout lusten en jij lust liever een spare ribs. Ze maken een keuze, want jaloezie is een keuze. Zij maken gewoon een keuze om jaloers op je te zijn. Je hoeft niet te begrijpen. Je hoeft niet te begrijpen waarom ik van vlees hou, waarom jij van iets anders. Waar is Linne? Linne houdt van vegan, ik hou van vlees. Totally fine, maar dat is geen enkele reden om te gaan nadenken. Ja, waarom is het dan gekomen dat ze van vegan houdt? Waarom is ze zo jaloers op me? Stop met het proberen te begrijpen van je omgeving. Want dan weer ga je in energie lager. Dan ga je weer je levelen. Je bent een 8, zij zijn een 2. Dan ga je net zo laag denken en doen totdat je ze begrijpt. En dan, oké, ik begrijp dat ze jaloers zijn. En dan, wat heb je ermee opgelost? Ik zou er echt mee uitkijken. Marloes zegt, ja, herken maar wat Tina aangeeft. Het is niet meer waar ik mijn energie aan wil geven. Vergeven, ook voor een jaloezie. Het is zo helend van jezelf. Voor jezelf, absoluut. Ze irriteren me. Guys, wat vind jij ervan, Rian? Als iets jou irriteert, wat zegt het over jou? Nou, kijk, alles heeft te maken met bewustwording. En eigenlijk wat Tina hier zegt, is eigenlijk al een stukje bewustwording. Want ze is zich bewust van het feit dat deze mensen zich irriteert aan deze mensen. Maar het is ook een stukje bewustwording dus, dat jij dus al hebt toegelaten dat zij met hun negatieve energie jou al naar beneden hebben getrokken in jouw vibratie. Het is zo goed om het preventief, om het voor te zijn. En dat lukt op het moment dat je gewoon heel erg gaat doen waar jij blij van wordt. Ik heb een beetje het gevoel dat op het moment, en misschien, ik ben heel benieuwd of mensen dit herkennen, maar op het moment dat je iets doet in je leven, bijvoorbeeld, en we hebben het even over business, want dat is eigenlijk waar deze podcast ook over gaat. Als jij iets doet business-wise, waar je nog niet volledig, en dit is heel moeilijk, hè, dat je volledig voelt, dit is mijn purpose, dit heb ik te doen. Ik sta 100% iedere dag op met dat ik precies weet dat dit gewoon mijn doel is, dat dit mijn waarom is in het leven. Als je die gevonden hebt, is er geen ruimte voor jaloezie. Want je laat dan namelijk de jaloezie van anderen niet toe. Simpelweg, het gaat langs je heen. Je hebt je soort ingesmeerd met een soort van purpose vaseline, dat het komt niet eens bij je binnen. Je hebt het niet eens door. Maar je hebt namelijk ook niet de behoefte om bij een ander die bevestiging te zoeken. En zolang wij nog niet helder hebben wat onze purpose is en de stappen die we daarbij zetten, dan zijn we altijd gevoelig voor dit soort vibraties. En dus ook gevoelig voor jaloezie. En het zit in de menselijke psyche om kwetsbaarheid te zien en erop te prikken. Maar luister heel goed. De enigen die dat doen, dus die het nodig vinden om op jouw kwetsbaarheden te gaan prikken, dat zijn de mensen die zelf diep ongelukkig zijn. Exact. De enigen die anderen ongelukkig willen maken, zijn de mensen die zelf ongelukkig zijn. En ik ga nog één ding zeggen. Op het moment namelijk dat je zakelijk of privé een beetje een richting begint te krijgen, dan gebeurt er iets. Dit is een psychologisch proces. Je maakt met z'n allen deel uit van een groep. En die groep loopt al 15 jaar lang, iedere ochtend om dezelfde tijd, een bepaalde kant op. Op een gegeven moment word jij autonomer en zelfstandiger en ga je zeggen, ik denk dat ik vandaag een keer, misschien een keer onderweg de andere kant op ga lopen. Dan krijg je dus de hele shebang over je heen. En op het moment, ja, maar op het moment dat jij heel goed weet, ja, maar dit is gewoon, en vooral daarom ben je in het begin van je zakelijke carrière ook zo kwetsbaar. Want die purpose, dat moet zich gaan opbouwen. Dus in het begin, de rest van die groep, die voelt eigenlijk, en dit is super essentieel, dat jij een waardeoordeel over hen uitspreekt. En waarom? Zeker. Jij durft het aan om anders te denken. Jij durft het aan om vanuit je authenticiteit te handelen en te denken. En zij voelen dat zij eigenlijk dat ook al lang eigenlijk wilden doen, maar weten dat ze het de rest van hun leven niet doen. Dus wat gaan ze doen als de hele groep als een roedel jou aanvallen? Omdat jij op dat moment je kracht laat zien. En het belangrijkste is om daarin krachtig te blijven.
Dus het vinden van je purpose. En dan komen we dus weer op dat Sherlock-document. En weet je, die hele lancering nu met mijn fly training. Het vinden van waarom je doet wat je doet. Als je die gevonden hebt, is er eigenlijk niet echt plek meer voor jaloezie. Kijk, en ik ben ook mens en ik heb absoluut mijn purpose gevonden. Maar ik heb, kijk, we zijn wel allemaal mens. Ik heb ook wel dat ik op Instagram iets voorbij zie komen, denk ik. Oh mijn god, hoe krijgen ze dat voor elkaar? En dat ik ook wel een soort van afgunstig steekje voel. Maar ik ga ze daar ook vertellen hoe ik daar dan mee omga. Mooi, mooi. Maar ik ga even wat reacties lezen. Tina zegt, ja, ik heb nu daarom inderdaad nieuwe vrienden die me alleen maar ondersteunen. Dat is Aramiek en Rianne. Sabrina zegt, het zegt niks over jou. Het is van hun. Wat zij vinden is van hen. Laat ze gaan. Marlou zegt, ik heb ook altijd gezegd, verstand komt met de jaren. Nou, blijkt maar weer. Pas alleen op als je dit soort dingen zegt. Dat blijkt maar weer dat je niet te veel in de resentment gaat, guys. Resentment is ook een andere negatieve energie. Jolanda zegt, ja klopt, ik heb vorig jaar met iemand een relatie verbroken wat negatief was en bleef. Daarna heb ik 11 nieuwe vrienden gevonden die nu nog veel voor me betekenen. Absoluut. Tina zegt, nee hoor, ga ik echt niet zo willen begrijpen. Geen tijd voor. Ik moet mijn opdracht van Aramiek op tijd inleveren. Ja, absoluut. You cannot talk butterfly language with caterpillar people. Dat vind ik echt heel cool. Ik zal jullie iets laten zien. Ik heb even opgezocht. Dit vind ik zo cool. Kijk. Even kijken of ik kan delen. No matter how many times a bee explains to a fly that a flower is better than a poop, it cannot understand it because it's the only thing it has ever lived. Well, there are many people like that. The same happens when a right-wing person tries to explain to a leftist that there are other opinions, options, the better ways to living instead of the shit they living in. Dus ga niet als een bij uitleggen hoe lekker honing is als je met de vlieg te maken hebt die continu poep zit, jongen. Lezer, ja, dat is het tekst. Marlou zegt, ja, ik heb vorige week besloten om nog meer afstand te nemen van deze mensen. Heel veel ongenoegen mogen ontvangen. Voor mij is het beste besluit van 2022. Zo ontzettend veel rust en binnen mijn gezin mag ik nu al terug ontvangen. Ah, fantastisch. Tina zegt, ik ben inderdaad nu mee bezig en daarom ben ik nu dagelijks blij, gelukkig, enthousiast en sterk. Absoluut, dat is wat we need. Wanneer je bewust voor jezelf gaat kiezen, gaat alles voor je stromen, mag je zo ontzettend veel gaan ontvangen. Heerlijk, zegt Marlou. En Jolanda zegt, ja, klopt, Rianne, absoluut. Ik werk zelf aan mijn doelen, purpose, verdieping in mijn bedrijf. Noem maar op, maar anderen komen niet meer voor die niet businesswerken ingesteld zijn. Ik sta inderdaad in mijn eigen kracht. Ja, dat precies hebben mijn lieve vriendinnen, mijn therapeut ook tegen me gezegd. Het is eindelijk geland. En mooie quote, Sabrina. En Tina zegt, haha, wat een voorbeeld, Aramiek. Zo gaaf, dat ga ik onthouden als je het al zegt. Prachtig. Ja, ik meen het echt. En eigenlijk, als ik hem even terug mag halen. Ik ga hem zo meteen terug. Eigenlijk was dit... Zeg maar, die, ik ga hem even groter maken. Want dit was dit was de samengevatte versie. Want deze had ik nog niet gezien. Dit is eigenlijk wat de quote is. Die zegt, bees don't waste their time explaining to flies that honey is better than shit. Dat is eigenlijk de... Dat was eigenlijk de essentie. Dat is de quote die ik zocht. Maar die andere die was cooler about the poop en zo. Maar dat is het, guys. Je hoeft niet uit te gaan leggen... dat hetgene wat jij aan het doen bent... dat het beter is, slash dat het beter smaakt of wat dan ook... laat mensen gewoon... als zij vinden dat ze gewoon lekker... poep lekkerder is dan... gaan we weer over poep hebben deze week. Ja. ik hoor Ray hier gniffelen. Ik denk, waarom gniffelt die? Oh ja, ik denk ineens van ja... dat gniffelt hij alleen maar omdat hij is bekend hoor. Hé, wat? Deel 2, poep deel 2. Maar dit is echt serieus. En laat ik nog iets zeggen over jaloezie of zo. Ik zeg altijd tegen mensen, want er zijn heel veel mensen die bij mij dan aankomen met mijn blogs. Ik ben natuurlijk zichtbaar, ik ben natuurlijk luid. Ik doe van alles nog wat absoluut altijd linksaf is als de mensen rechtsaf gaan en zo. Daar ben ik onbekend. What to do? That's how it goes. En dan krijg ik wel eens vragen van cliënten of mensen die net in de community komen van... Heb je daar geen last van? Zie je niet al die negatieve dingen die over jou gezegd worden? Of zie je niet dat je heel vaak, hoe noemen ze dat ook alweer, niet uitgelachen wordt, maar beschimmeld wordt als zijnde, ja, die is met die emoticons, die is met zijn blogs, die is met zijn luiding. En het enige antwoord wat ik altijd heb, ik zie het niet omdat ik ze allemaal geblokkeerd heb, dus ik blok, dus ik bescherm mezelf ontzettend. 2, I've got a business to run, a community to lead. Dus ik heb een business te runnen, een onderneming te runnen en een community te leiden. Dus het moment dat ik dat als purpose, als doel heb, het moment dat ik richting daar naartoe ga,
waarom moet ik achterom kijken, opzij kijken, links of rechts kijken, wat andere mensen van mij vinden? En ik zal je wat vertellen. Er zal altijd, maakt niet uit wat ik doe, maakt niet uit wat jij doet, Rianne, maakt niet uit wat alle geweldige live-kijkers doen. It doesn't matter. Wat je ook doet, mensen zullen altijd over je praten. Dan komt een volgende quote van, say nothing, do nothing, be nothing, you know? Then everybody will be happy. Want er is altijd wel iets wat mensen gaan vinden van de richting, snelheid, volume van wat je aan het doen bent. Dus het beste is, get focused on your purpose and on your potential, guys. Yes. In poep zit maar ja, en het is toch ook goed dat, kijk, op het moment dat je dat hoort, ik moet je eerlijk zeggen dat de laatste hier op Ibiza ook veel bij me terugkomt. Dat er mensen zijn die een mening over me hebben. Wat zeggen ze dan, Rianne? Wat zeggen ze? Wat ja, zeggen niet. Ze? Arrogant? Heel grappig, maar ja, dat ik zweverig ben, bijvoorbeeld. Jij zweverig? Ja. Maar goed, weet je, en dan denk ik meteen wat wij vroeger thuis zeiden. Zijn we, nou, ze kunnen het beter over je fiets lullen dan over je lul fietsen. Yep. Want het is wel zo, weet je. En dan denk ik, oké, er wordt een nieuwe. Jeetje, wat ben ik eigenlijk zichtbaar? Dat is wat ik dacht. Oh, jeetje, die ook al. En die begon, denk ik, oh, daar heb ik ergens wel iets goed gedaan, weet je wel. Want ik ben dus gewoon heel erg zichtbaar. En degene voor wie die boodschap is of die zich daartoe aangesproken voelt, ja, die sluit wel aan. En de rest, ja, het maakt me niet zoveel uit. Want en ik denk dat dat even het mooie is dat we eigenlijk even het eerste stuk even kunnen afronden. Namelijk, als andere mensen wat van jou vinden, steken geen energie in. Het enige waar je energie in kan steken, zijn je eigen jaloeziegevoelens. Ja, absoluut. En ja, de spiriwiede Rianne, dat staat je goed. Ja, natuurlijk. Andere spiriwiede vriendin met Sabrina krijg je niks anders dan dat. Jolanda zegt, ja, nee, kijk vooruit. Ga voor je eigen potentieel, werk met je hart eraan. Absoluut. Dat was het eerste gedeelte. Nu ga je over naar het tweede gedeelte. Waar gaan we nu over hebben? Nou, over, zeg maar, je had dus het eerste gedeelte hebben we eigenlijk gehad, hoe ga je om met mensen die jaloers op jou zijn? En het tweede gedeelte, het bestaat niet dat mensen zeggen, ik ben nooit jaloers. Daar geloof ik niet in. We hebben allemaal wel zo'n steek van, oeh, wauw. En dat bedoel ik, want jaloers, het zit zo'n negatieve klank in, maar dat hoeft helemaal niet. Want voor mij is jaloezie ook, zeg maar, het ontstekingslont, heet dat? Ja, ontstekingslont, om mezelf te activeren. Want het is ook heel vaak dat ik een soort steekje van afgunst even voel als ik iets voorbij zie komen op Insta of weet ik veel waar dan ook. En dat ik denk, ja, Rianne, weet je, maar dat kun jij ook. Weet je wel, dat. En dus het is ook iets heel moois. Dus je mag jaloezie soms ook best wel even omarmen. Dat is hetzelfde als ego. Yes. Er zit ook zo'n negatieve klank aan. Maar je mag jaloezie ook omarmen. Dus dat is de eerste. Ik heb even een paar tips. En jaloezie is niet slecht. Het is hoe jij ermee omgaat. Yes. Kijk, en daar komen weer bewustwording. Op het moment dat ik bijvoorbeeld iets op Insta voorbij zie komen en ik denk, oh, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan daarin mee en dan bijvoorbeeld een half uur later tegen jou gaan klagen over, ja, die Pieter Paul Jan Jaap, want ik zag dit op voorbij komen op Insta, bla bla bla. Dat is een manier om met jaloezie mee om te gaan. Maar dan vermenigvuldig je dus die bad energy. Maar je kan dus ook denken, en dat is dus wat ik tegenwoordig eigenlijk altijd doe. Op het moment dat ik een iets van afgunst een beetje voel, dan ga ik zitten en dan denk ik, wat vind ik hier zo gaaf aan? Want kennelijk vind ik iets heel gaaf, wat die ander doet. En dan ga ik dat omzetten in woorden en eronder zetten. Dus dan zeg ik altijd, jeetje, ik ben gewoon een beetje jaloers als ik zie dat jij het voor elkaar krijgt om heel Carré vol te krijgen met een community die positief denkt. Ik zeg maar wat. Omdat dat is gewoon oprecht wat ik voel. Alleen dan geef ik er een positieve lading aan. Yes. En dat is dus, en moet je dus even voorstellen wat het verschil is in emotie. Ik zie iets bij iemand voorbij komen die een heel succesvol event heeft en ik denk alleen, kut. Hoe dan? Ik wil dat ook. Ik zeg maar wat. Dan kan ik er daarna met jou bijvoorbeeld over hebben en gaan klagen over diegene. Dat we met z'n tweeën toch zeggen dat het eigenlijk maar gewoon niks voorstelt. En dat we hebben al van zoveel mensen gehoord dat het zo tegenviel en dat het allemaal. Of ik kan het een positief berichtje onder als comment achterlaten bij diegene. Zonder wederkerigheid, jongens. Zonder wederkerigheid. Niet met de gedachte dat diegene mij daar toch echt heel erg voor moet gaan bedanken. Maar gewoon om mijn eigen positiviteit te delen. Nou, voel even het verschil in energie. En wat een hele mooie is. Als je ergens een beetje afgunstig voor voelt. Of jaloers bent. Is dat het mooiste inzicht in jouw eigen saboteurs. Want waarom voel je dat? Wat zou je eigenlijk willen? En wat weerhoudt je dus? Dus eigenlijk geeft het een één op één inzicht in bijvoorbeeld je eigen angsten.
Dus het is een hele mooie tool. Zorg dat je je stuk bewustwording creëert als het gaat om jaloezie. En voor degene die mijn Love Your Life training volgen, zoals Marilou. In mijn Manifestation Bible, echt te gek, ik weet niet of je het een beetje kan zien. Ja. Dit is een waanzinnig boekwerk met allerlei opdrachten, met quotes, foto's. Maar hier ga je echt, weet ik veel, het is allemaal... Maar hier zit dus ook in, bijvoorbeeld... Die is heel mooi. Die Emotional Guidance Skill van Abraham Hicks. Want we hebben het toch over de wet van aantrekking. En ik kan het denk ik zo niet echt laten zien. Maar jaloezie, je hebt 22 emoties. En nummer 22 is eigenlijk jouw laagste. Dat is bijvoorbeeld angst, verdriet, depressie, wanhoop, machteloosheid. Op 21 staat onveiligheid, schuld, jezelf niet waard vinden. En op 20 jaloezie. Dus jaloezie is heel laag in je emotieschaal. En mensen hebben dan altijd het gevoel dat als ze jaloezie voelen en ze zijn zich daar bewust van en ze willen van die energie af, die negatieve energie, dat ze meteen on top of the world moeten zijn. Dus dat ze moeten gaan zingen, dansen, noem maar op. Joh, dat gaat niet. Dat kun je van jezelf niet verwachten. Maar wat er dus boven jaloezie zit, en dat is misschien bijzonder, zit nog wat hoger is in energie, is bijvoorbeeld haat en woede. En daarboven zit wraak en daarboven zit boosheid en daarboven zit ontmoedigd zijn en daarboven zit afkeuring en daarboven zit zorgelijk en daarboven zit twijfel. Dus op het moment dat je van jaloezie naar twijfel gaat, namelijk, ja, ik zou dat ook wel willen, maar zou mij dat lukken? Dan zit je dus al, dan ga je van emotie 20, ga je 5 emoties omhoog. 5, wauw. En vanuit die twijfel, en op het moment dat ik bijvoorbeeld twijfel met jou ga bespreken in plaats van mijn jaloezie, en ik zeg tegen jou, Aramiek, weet je, ik zou eigenlijk heel graag dat en dat willen, maar ik vraag me af, en jij gaat met mij praten, waarschijnlijk breng jij dan al, alleen al in dat gesprek, mijn emotie naar optimisme. En dan zijn we er alweer 5 of 10 verder, en dan zitten we al op nummer 5. Snap je wat ik bedoel? Dus ga jezelf in die emotionele schaal stapje bij stapje omhoog brengen. Yes, het is zowel een neerwaartse spiraal als een voorwaartse, hoe noem je dat, omhooggaande spiraal. Dus beide kun je gewoon sturen. Je ziet het al, je kan 5 sprongen vooruit maken. Maar ook, wat ik ook heel mooi vind, wat je zegt, als je 5 sprongen vooruit gaat, ga je twijfelen. Maar ook andersom, als je dus van twijfel naar jaloezie gaat, betekent dat je 5 naar beneden gaat springen. Dus je gaat al meer en dieper dan haat of woede. That's interesting. Maar Lou zegt, ja, die heb ik niet eens op deze manier gelezen. Dat is een hele mooie oefening om te gaan checken op welke manier ben je emotioneel in evenwicht aan het bewaren. Dat is emotional management. Ze zeggen altijd, when emotion goes up, intelligence goes down, you know. Emotional management is zo belangrijk dat je goed gaat bewust worden, herkennen en dan gaat omdraaien. Maar Lou zegt, ja, ik heb deze denk ik onbewust afgestreept waar ik geen aandacht aan wil geven. Nou, there we go. Het is ook vooral, ik denk dat ook als een tool, ik vind het prachtig als tool, of als een screensaver of wat dan. Je kan gewoon continu kijken van waar ben ik nu? Op een schaal van 1 tot 22, waar sta ik? Dan ben ik jaloers, dan zit ik heel laag. Ben ik dankbaar? Waarschijnlijk is dankbaarheid de hoogste, toch? Wat is het hoogste? Ja, dankbaarheid. Dankbaarheid. Vrijheid. Kracht, liefde, dat is de hoogste. Dus je hebt ieder moment, en dat vind ik het mooie, je hebt ieder moment een keuze, je hebt ieder moment de verantwoordelijkheid om ervoor te kiezen. Blijf ik haatdragend, blijf ik jaloers, blijf ik twijfelen, blijf ik in de laagste regionen zitten of allermakkelijkst meteen naar dankbaarheid toe. Dan weet je meteen wat je aan het omdraaien bent. Dankbaar dat ik dit zie. En guys, ik heb jullie net de poster gezien en op Instagram kreeg ik hele leuke reacties. Het was echt super gaaf, terwijl dat helemaal niet mijn bedoeling was. Mijn bedoeling was, ik wil kiezen tussen 2 foto's die ik op mijn doelenbord wil zetten. Het belangrijkste is het moment dat jij achterkomt op welke mensen, op welke eigenschappen, op welke manieren word je getriggerd, dus wordt jaloezie getriggerd, dan kun je ook achterkomen, hey, daar ligt ambitie, daar ligt een droom, daar ligt een pijnlijk punt om het te kunnen helen. Ik bedoel, als ik jaloers ben op bijvoorbeeld mensen die een geweldig evenement inderdaad organiseren, of als ik jaloers ben op Tony Robbins, als ik jaloers ben op Michael Pilarczyk met zijn prachtig mooie studio, wat daar voor 20.000 man in 2 dagen komt, dat doet mij alleen maar, ik word alleen maar blij van en denk ik, ja, dat is wat ik wil, you know, dus dan, en daarnaast is ook wet van aantrekkingskracht, maar ook manifestatie, hey, als zij het kunnen, want dat vind ik altijd mooi, heel praktisch, als zij het kunnen, dan kan ik het ook.
You know? Dus eigenlijk geef het ook meteen richting aan mijn doel, aan mijn droom. Denk ik, okay, dus binnen een jaar gaan we zo'n studio bouwen. Gaan we met 20.000 man. Gaan we daar gewoon 2 dagen lang met Rihanna samen gewoon knallen. Dus dat kan ook. Want zij kunnen. Ja, of dat. Iets heel anders. Of iets heel daar anders. Daar geloof ik ook in. Maar de keuze is dus aan jou wat je ermee gaat doen. Snap je? Even kijken. Ja, inderdaad. Ik ga het bewaren, gebruik van maken. Dit is Tina. Ik weet niet wie een Facebook user is, maar die heb ik ook dan wel eens gelezen en in mezelf opgenomen. En Tina zegt, ja Armiek, toen ik je post zag ontplofte mijn hart. Ik dacht echt dat je dat event aan het organiseren was. Toen zei mijn man, rustig, het is voor zijn doelenbord gemaakt. Ja, en zal ik je wat vertellen, jongens? Hij is er. You know? Ik kan niet ontkennen, en niemand met mij kan ontkennen. Even kijken of ik hem nog heb. Of heb ik hem net... Nee, kijk. Ik kan niet ontkennen... En niemand met mij, dat die gewoon bestaat. Ik sta tussen Patrick Bet David, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Shalene Johnson, T.R. Aker en Brandon Bouchard. Ik bedoel, dit neemt niemand meer van me af, jongens. Ook al is het een poster, I don't give a peep. Ik sta met mensen waar ik het meeste jaloers over ben, you know? Back to you, lieve Rihanna. Nou ja, ik denk dat het gewoon, als het gaat om welke emoties je ook voelt, en daarom is die emotional skill van Abraham Hicks zo belangrijk, is dat wat wet van aantrekking natuurlijk, zeg maar nummer 1 is, wat je leert bij de wet van aantrekking, is dat je een magneet bent. Dus op het moment dat je, het is zo mooi als je groeit in die emotie, omdat dan trek je dus ook steeds meer positiviteit aan. Ja, absoluut. En Sabrina zegt, ja, die andere foto zonder microfoon is nog beter. Maar volgens mij, Sabrina, als ik het goed heb... ik ga is het kijken. Al zonder microfoon, dit is toch? De zonder microfoon, toch? Ik heb juist deze gekozen, omdat iedereen hierop stemde. Nou, nu maak je me in de war, lieve Sabrina. Maar dit is volgens mij, dit was zonder microfoon. Iedereen vond die leuker. Yes. Die andere foto zonder microfoon, yes. En als je kijkt, hè, Rihanna, richting bijvoorbeeld naar jou toe. Laat ik zeggen, naar de business. Tot hoeverre... Denk je als je een nieuw concept begint, hè? Want we zijn nu met de volgende lancering. Tot hoeverre vind je dat ondernemers rekening moeten houden? Hè? Want dat is heel vaak wat ze doen. Want ze bang zijn, oh, dan zijn ze allemaal jaloers. Weet je, tot hoeverre ga jij om met van, haal je daar rekening mee dat andere mensen iets over gaan zeggen? Tot hoeverre ga je met dat soort dingen om zelf? Hou ik helemaal geen rekening mee. Ja, en het is niet om stoer te zijn, maar jij vraagt het me nu en dan zit ik na te denken. En denk, ja, ik zou daar nu een heel uitgebreid antwoord op moeten geven. Maar ik heb het wel heel lang gedaan. Ik had zelfs bepaalde mensen in mijn hoofd en ik denk dat iedereen dat wel herkent. Bijvoorbeeld 3 of 4 mensen waarvan ik wist dat ze altijd een mening over me hebben. En die op een bepaalde manier ook... op een bepaalde manier een rol spelen in mijn leven of zo. Dat ik altijd in mijn achterhoofd. Dus dat ik wel soms mezelf weer hield. Omdat ik dacht, oh ja, die gaat dat ervan vinden. Of oh ja. En daar heb ik wel langzaamaan echt afstand van gedaan. En die heb ik wel gewoon geparkeerd naar, ja, weet je, good for you. Maar ik heb thank you, but no thanks. Weet je wel, dat. Dus nee, ik heb dat. Dat is echt helemaal... Ja, daar ben ik helemaal los van. En kijk, het mooie is ook dat het vakgebied wat ik gekozen heb, namelijk alles wat te maken heeft met positiviteit en de wet van aantrekking, iedereen die in datzelfde, zeg maar, in datzelfde vakgebiedje zit, als je dat namelijk echt ten volle doet, dan ben je alleen maar blij dat er weer iemand is opgestaan die positiviteit en de leer van wet van aantrekking brengt in deze wereld. Er kunnen nooit genoeg mensen zijn die dit naar buiten brengen, want dat maakt het alleen maar leuker. Juist in tijden zoals nu, want het levert verbinding op, het levert groei op, het levert kracht op, het levert positiviteit op. Het is, dus hoe meer mensen dat doen, dat is nooit concurrentie. Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut, absoluut. En mensen vergeten het. Mensen vergeten het. We kunnen niet genoeg leiders hebben, dames en heren. We kunnen niet genoeg uitblinkers hebben. We kunnen niet genoeg helden hebben. Mensen denken, oh ja, maar er is al iets voor Law of Attraction. Er is al iets op LinkedIn. Er is al iets met... You know? Mensen denken, oh, als ik dat de tweede word of derde word. Jongens, je bent altijd de eerste. Er is altijd de eerste Sonja Bakker geweest. Er is altijd de eerste, I don't know, al de NLP geweest. Maar je bent continu eerste. En wat ik heel vaak zie bij ondernemers, ze zijn altijd bang van, ja, maar die plek is al vergeven. Dan denk ik, hè, kijk maar naar de muziekwereld. Kijk maar naar de filmwereld. Kijk maar naar iedere dynamische wereld, dynamische markt. Je verandert continu van beweging, innovatie. Ik bedoel, diegene,
hopelijk, laat ik zo zeggen, ik hoop dat de marktleiders, hoeveel marktleiders blijven ieder jaar deliveren? Waar is Nokia? Kijk maar om je heen. Waar is Motorola bijvoorbeeld, een voorbeeld te noemen? I mean, het moment dat je gewoon in een dynamische markt bevindt, dan kun je alles worden wie je bent. Je kunt altijd de plekken claimen die je bent. Er is altijd naast Tony Robbins, er is altijd meer mensen nodig. Dat Brandon Bouchard heeft binnen 1 jaar, ik heb hem toevallig gevolgd toen in 2014, heeft hij binnen 1 jaar heeft hij iets gedaan om binnen 9 maanden volgens mij een $10 miljoen business op te gaan zetten. Terwijl daarvoor niemand van hem ooit had gehoord. I mean, ga niet schuilen achter, oh, maar er is al een Tony Robbins, of er is al een Rihanna, er is al een Aramiek, er is al een iets. Want Tina zegt, ja, waar ben ik dan op deze poster? Nou, je loopt even een paar stappen achter. Zorg dat je 280 gratis producten hebt. Zorg ervoor dat je lanceringen doet. Zorg ervoor dat je mega zichtbaar wordt. Maar niet alleen voor nu, want eerst 3 maanden is easy in onze community. Iedereen is 3 maanden is enthousiast. Iedereen is 3 maanden is helemaal hote de boten. Nou, ik wil mensen zien die al 3 jaar hier in de community zijn. Dan die zijn er niet, kan ik je vertellen. Weet je, de leeftijdsgrens, de verloop van een communityleden is tussen 3 maanden en 1/2 jaar. Dus diegenen die 1/2 jaar geleden heel actief waren, daarvan is misschien 5% nog actief. En laat dat een les zijn in commitment, in consistentie, in je doelen gaan volgen. Dat uiteindelijk het pad is, zeg maar, wat Rome opgebouwd is. Dat is het pad. Voor mij is altijd de lange termijn pad het allerbelangrijkste. Eerst 3 maanden kunnen Rianne en ik iedereen enthousiast maken. Eerst 3 maanden is easy om mensen hote de boter te laten maken. Maar wat gebeurde in maand 4? Wat gebeurde in maand 5? Wat gebeurde in maand 8? Wat gebeurde in maand 18? Wat gebeurde in maand 22, you know? Dus daar is mega, mega, mega grote commitment nodig. Ik weet niet meer waarom ik dit zeg. Even kijken. Sabrina, being a leader doesn't mean you have followers. It means you go first. Ja, exactly. Everybody can be a leader. En Marloes zegt, weet je hoeveel LinkedIn-experts er zijn? Ik volg degene die waar me... absolutely. En ik ben de worste LinkedIn-expert. Seriously. We zijn er laatst achter gekomen dat ik maar 1 programma heb. 1 betaald programma heb achter mijn LinkedIn. Lead magnet, you know? En Tina zegt, ga ik wel doen hoor. Bereid je maar voor, lieve schat. Ik gun het je graag. Ik zie te veel ondernemers alleen maar er zijn wanneer, zeg maar, iedereen kijkt. Dus ik zie te veel ondernemers de commitment hebben wanneer er iets te winnen valt. En het moment dat niemand kijkt, gaan ze langzamerhand afscheid nemen van, noem eens een bloggen als strategie. Noem eens een ochtendpost. Waar is Chantal? Chantal doet het al meer dan 3,5 jaar. Iedere ochtend doet ze een ochtendpost. Er is geen enkel iemand, by far niet, iemand zelfs in de afgelopen 12 maanden, die 12 maanden heeft volgehouden. En ze heeft dat al 3 keer 12 maanden en meer volgehouden. Dat is voor mij leiderschap. Je eigen voorbeeld, leading by example. Niet hoeveel volgelingen, connecties je hebt. Doesn't matter. Als je visie hebt, als je ervoor gaat, dan is dat voor mijn leiderschap. Back to you, lieve Rianne. Nou, er komt echt iets heel essentieels in me. Ik zat even naar jou te luisteren. Yes. Kijk, en ik snap dat Tina dat natuurlijk als grapje zegt, hè, van waar ben ik op die poster. Maar lieve mensen, dit is zo'n ondernemersles. Zorg, jij moet als ondernemer niet willen op andermans poster te staan. Jij moet jouw eigen poster, jij moet op een gegeven moment alleen maar het doel hebben dat je zelf zo fucking groot of weet ik voor wat bent, dat mensen jou bellen of ze alsjeblieft bij jou op de poster mogen. Ik merk te vaak dat, en dat is natuurlijk ook een beetje wat wij doen, omdat ik ben geen coach, maar ik geef natuurlijk wel die training en zo, dat mensen nog altijd het idee hebben dat er is een easy way, zeg maar, in ondernemerschap. Dus met andere woorden, ja, als ik me maar verbind aan Rianne, dan kom ik misschien een keer bij haar of dan gebeurt er dit. Je moet altijd jij moet je eigen fundament voor je ondernemerssucces bouwen. Dat kan een ander nooit voor je doen. En natuurlijk helpt het op een gegeven moment als iemand je even helpt door wat wij nu doen met elkaar, om elkaar zichtbaar te maken. Maar de enige reden dat wij dit bij elkaar doen, is omdat Aramiek zijn fundament al heeft gebouwd en omdat ik dat al had gedaan. Dus zorg altijd dat je vanuit je eigen kracht onderneemt. En nooit omdat je denkt van, oh, die heeft dat. Ik zou ook wel een keer in een vol carré willen staan. Nee, want dan zou ik iets heel anders willen. Snap je wat ik bedoel? Zorg dat je je eigen poster gaat ontwikkelen. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Dat hoeft geen poster te zijn. Dat mag ook een event zijn. Dat mag een boek zijn. Dat mag wat, of een televisieshow. Wat het ook is. Maar creëer je
eigen goal. Yes. En dat goal mag nooit zijn dat je op de poster van iemand anders bijvoorbeeld komt. Of dat je in een podcast van iemand anders komt. Of dat jij hebt de kracht. En dat is precies ook Absoluut. Wat het thema is hè, voor deze maand voor ons, hè, Aramiek. Als het gaat om die lancering van mijn fluittraining. Onbegrensd zakelijk succes. De enige die bij jou de begrenzing aanlegt of aangeeft, dat ben jij zelf. Absoluut. En op het moment dat je het dus koppelt aan een ander, is die andere jouw begrenzing. Want die bepaalt of je wel of niet op die poster komt. Of die bepaalt wel, exact. Misschien kom je wel helemaal aan de rechterkant of val je al half van die poster of ben je nauwelijks zichtbaar. Snap je? Zorg dat je dat zelf... Volledige controle. Ja. En dan heb je volledige verantwoordelijkheid ook. Chantal zegt, ja, ik luister mee op de achtergrond. Absoluut. Ik zie hier dat Helene zegt, dit is mijn 200ste. Even kijken hoor. Het is haar 200ste... ochtendpost, dus bij deze celebration voor jou. Yeah, goed gedaan. 200 dagen achtereen. Fantastisch. Ga vooral door, zou ik zeggen, lieve schat. Ga vooral door. Zorg dat je het overal deelt. Oké, guys? Het is een commitment verhaal. En ja, helemaal mee eens met Rianne. Ik had het toevallig vanochtend met Chantal over in de auto hier naartoe. Hadden we het over een event wat we ooit gedaan hebben, net voor het hele verhaal. Een Valentijnsdag-event wat we hebben gedaan. En dat ik zei van, ja, mijn grootste fout bij dat event was... dat ik ging samenwerken aan dat event als een partnerschap. Terwijl ik diegene die met wie ik het event had... veel makkelijker als guest speaker had kunnen zijn. Want nu moesten twee beslissingen komen. Nu waren er twee teams, nu waren er twee richtingen. We hebben daar echt richting het event heel veel last van gehad. Tijdens het event hadden we heel veel last van. En aan het eindevent hadden we... Dus het was echt zo'n grote les. Daarom sta ik ook in het poster, zoals je ziet. Sta ik in het midden, zoals je ziet. Het is mijn branding en al dingen. Dus als je doet, wanneer je doet... Zorg ervoor dat jij leading bent, zodat je en verantwoordelijk bent en dingen kan controleren en dingen kan switchen en dingen kan optimaliseren. En daarnaast is dat alleen maar wat er is, zodat je gezien gaat worden als de nummer 1 expert. Oké? Okay? Ja, en? En? Het komt vanuit jouw hart. Kijk, die poster van jou komt uit jou. Dat is jouw Absoluut. Geïnspireerde actie. Dat komt in jou op. Dat heb jij voor je gezien. Dat heb jij al... gevisualiseerd. Dat heb je, snap je? Dat is zo puur van jou dat wie er ook bij opstaat, dat is nooit die 100%. Dus nee. het creëren van jouw eigen Absoluut. Dromen en doelen. Absoluut. Ik zou je nog iets irritanter zeggen. Sorry Helene, en dankzij Helene. Helene heeft die poster gemaakt. Is op een gegeven moment waren een aantal versies van die poster. Met de Russell Brunson zat erbij. Dean Grozini was erbij. Ik heb tegen Helene gezegd. Echt op een gegeven moment zei ik. Oké, kappen nu met al die andere mensen. Ik wil deze volgorde hebben. Ik wil Robert Kiyosaki hebben. Ik wil Patrick McDavid hebben. Ik wil Tony Robbins hebben. Ik wil Celine Johnson hebben. Ik wil T.R. Aker hebben. En ik wil Brandon Bouchard hebben. That's it. Al die andere mensen wisten maar gewoon lekker. Zet ons in een prachtig mooi poster in een stadion. Of wat dan ook. Het moet iets met de zomer zijn, 2022, whatever. Dus op die manier echt heb ik echt geëist. Nu komt het, hè. Want ik had ook kunnen zeggen, weet je, die Dean Grozini zit erbij. Prima, komt jou gemakkelijk uit, zet die erbij. Of Russell Brunson, ook een hele grote, van ClickFunnels, staat erbij. Oh, jalla. Maar het voelde helemaal niet goed voor mij. Want dat zijn niet mijn voorbeelden. Het was niet wie ik hier op mijn poster... Ik wilde deze namen, wilde ik hebben. Drie aan die kant, drie aan die kant. Ik in het midden... whatever it is. En daar laat daar ook de lessen zijn dat jij en alleen jij volledige controle hebt. En dat mijn poster die mensen staan. Waarschijnlijk staan bij jullie, als je eventueel deze opdracht zou doen of wat dan ook, staan andere mensen. Of misschien sta jij in je eentje wat mij betreft. Kijk, voor mij is dit niet mijn business doel, by the way. Dit is mijn persoonlijke groeidoel. Daarom heb ik hem gedeeld met deze grote trainers. Want in mijn business doel sta ik in mijn eentje, you know guys. Maar... Think about it. Neem verantwoordelijkheid. En Chantal zegt absoluut in je eigen energie, eigen kracht en eigen geloof blijven. Absoluut. En we hebben toen een geweldige les geleerd. Echt tot de dag van vandaag. We hadden het vanochtend over. En gefeliciteerd zegt Sabrina, je bent de creator van je eigen universum. Of course guys. Dus mijn uitnodiging is voor iedereen, als je dat nog niet hebt gedaan. Jullie hebben gisteren Tina gezien, Maaike gezien. En Maaike, Tina en Wim gezien. Als je nog niet je doelenbord hebt gemaakt, en ik ga geen namen noemen. De meeste van jullie doen mee met de Jouw Beste Jaar Ooit Challenge. Zorg dat je deze week je doelenbord afmaakt, dames en heren. No excuses allowed. Ik heb gisteren hier iemand op kantoor op zo'n flikker gegeven. Omdat hij met bunch of excuses kwam dat zijn doelenbord nog niet af was. Terwijl hij het hele weekend mee had gewerkt. Dus don't be like that. Ik ga net zo hard door deze week. Totdat ik jullie allemaal doelenborden ga zien. Want daarmee
gaan we deze week verder om wat kan je nou doen daarna? Het is niet alleen, oh leuk, ik heb een doelenbord. Ik hang hem ergens in mijn slaapkamer en niemand ziet het. Maar het doelenbord is pas het begin. Begin van een manifestatie. Je wil een beeld hebben. Je wil woorden hebben. Je wil een associatie hebben. De rest van de week gaan we iets leuks mee doen. Anyways, back to you, lieve Rianne. Ik ga nu in de challenge-modus zitten. Yes. Nou ja, ik denk dat we hem zo ook moeten afronden. Maar wat mij wel triggert in jouw verhaal, Armiek, is dat... ik ben bijvoorbeeld begonnen met de Magic, hè, 1 januari. Yes. Hoe gaat het nu? Dat betekent... Ja, super tof. En dat betekent dat je dus iedere dag... en het is een heel kort hoofdstuk, want echt waar... Het kost niet meer dan 10 minuutjes in de ochtend. Oh, wat heerlijk. En ja, ik zie dus nu ook al... En dat sommige mensen gewoon niet de commitment hebben om dit vol te gaan maken. En dan denk ik 2 dingen, want ik hoor jou, weet je, dat ik dacht, ja, ik zit dan naar jou te luisteren. Maar ik voel helemaal niet de urge dan om mensen weer even erbij. Want er blijft altijd een groepje wat iedere dag keurig in de tribe dus even doorneemt van, nou ja, waar loop ik tegenaan? Wat is het inzicht? Of wat, weet je, als het gaat over dankbaarheid. En dan krijg je iedere keer een bepaalde opdracht, bijvoorbeeld op het gebied van geld, of op relaties, of liefde, of nou, carrière, noem maar op. En er is een groepje van mensen die keurig iedere dag hun inzicht daarin delen, want dat was ook de opdracht. En er zijn er ook een heleboel die dat de ene keer wel doen en de andere keer niet. En dat is misschien een hele slechte kant in mij, maar dan denk ik wel, joh, als jij dit al niet kan, om de maand januari, om iedere dag 10 minuutjes ten behoeve van je eigen dankbaarheid, en je dankbaarheid is het fundament voor je succes, is het fundament voor je geluk, het is 1 maand, en we hebben ook nog eens een keer die gezamenlijke community, die tribe, waarin iedere dag iemand, die 5 anderen wel gewoon hun inzichten delen. Want op het moment, op het moment dat ik hen daarvoor zou aanspreken van jongens, ik zie gewoon dat de helft alweer op dag 10 dat al niet meer doet. En dan ineens soms wel en soms niet. Ja, dat is niet commitment. Maar dat ik voel, dat ik nu voel van, wil ik een leider of een redder zijn? Yep. En op het moment dat ik hen ga aanspreken op die commitment, Dan vind ik dat ik een soort reddersrol heb. En die heb ik niet. En dat heb ik heel lang wel gehad, Armiek. En ik ben erop kapot gegaan. En dat ik dacht van, het is voor mij ook een heel mooi natuurlijk inzicht in te zien, wie doet dat wel iedere dag? Wie plaatst er iedere dag consequent, al is het 4 woorden, maar een berichtje van wat jouw inzicht was voor die dag, waar je mee gestart bent die ochtend, vanuit dat boek. En dat ik dacht, oh, dit is weer... Dus voor mij kwam in één keer op dat ik dacht, dit ben ik gaan doen. Los van de enorme dankbaarheid en de energie die het je geeft. Het is echt fantastisch. Maar ook dat ik dacht, oh ja, dit is die les weer. Want ik merk dat ik mensen te vaak aanspreek van, ga nou dit, ga nou dat. Denk ik, nee Rianne, dat is hoe... Daarom zijn er ook zo weinig goede ondernemers. Want het heeft alles te maken met commitment. Yep. Zelfliefde. Commitment is de grootste vorm van zelfliefde. Absoluut. Omdat je doet het voor jezelf en voor niemand anders. En als je dit voor jezelf al niet kan beslissen om iedere ochtend te starten even met 10 minuutjes of gedurende de dag, dan kun je oprecht twijfelen aan jouw zelfliefde. Want wat is de prioritering in je leven? En toen dacht ik weer, ik heb weer die les te leren. Ik ben geen redder, ik wil een leider zijn. Mooi. En dan wil ik er nog even 1 ding op aanvullen. Ik heb ooit een keer een verhaal gehoord. Volgens mij was het van Kim Munnekom. En dat vond ik zo mooi. Dat is me zo bijgebleven. Is dat, volgens mij heb ik het al, als ik in herhaling val, dan hebben jullie dit nogmaals te horen. Een helikopterpiloot die mensen redt. Die schipbreukelingen redt. Dus op het moment dat een soort van Titanic, stel je voor. Nou, in toentijd hadden ze natuurlijk nog geen helikopters. Maar oké, een grote cruise ship dat leidt schip. Breuk, zeg je dat zo? En er liggen allemaal mensen in zee. Nou, wat is dan de keuze als helikopterpiloot? Wie ga je redden? Want je kunt maar, ik noem maar wat, 5-6 mensen kun je oppikken. En dit vond ik zo'n helder als het gaat om, wil je een redder of een leider zijn? En hij zei, ik ga boven een bepaald punt, boven de zee hangen, in de buurt van dat schip. En degene die naar mij toe komen zwemmen, die ga ik redden. Want de anderen hebben het al opgegeven. Yep. Ja. En dit is dus exact wat het is. En voor die mensen wil ik er zijn. Dus als je het hebt over Dream Chasers Lab, ik ben daar voor de mensen die naar mij toe zwemmen. Die het eerste e-book downloaden, die de daily check-in downloaden, die bij mijn masterclass zijn. En die
holy fuck, tijdens de masterclass zich al aanmelden. Voor die mensen wil ik er zijn. En niet voor de anderen die ergens verderop liggen en het eigenlijk al opgegeven hebben. En eigenlijk willen dat ik ook nog vanuit die... Want dat is het. Dat ik uit die helikopter spring om hem te redden. Maar op het moment dat ik dat doe, laat ik mijn helikopter los en gebeurt er helemaal nooit meer wat. Maar erger is, diegene die niks doet opgeven, die gaat je meezeulen richting diepste zeeën. Die gaat echt niet meewerken. Ik bedoel, dat is het dode paard gezegd. Die is daar heel mooi van. Ja, die heeft al opgegeven, dus die hoef je helemaal niet. Die is al weg. En dan komen, misschien wordt het systeem, wordt een neuron, komen we weer over jaloezie. Mensen die op die manier met je omgaan, die hebben het al opgegeven op hun eigen dromen. Ze zeggen het altijd. Als mensen feedback hebben op je dromen, als mensen feedback hebben op wat je aan het doen bent, als mensen op welke manier dan ook afgunstig zijn naar jou, is heel simpel. Ze hebben hun eigen dromen opgegeven en ze zijn jou van jouw dromen aan het afhalen. Dan weet je, you have a community to lead and you have the business to run. Weet je, neem een heel groot afstand. En inderdaad, dreamchaserslab.com/Sherlock heeft Chantal al gedeeld op LinkedIn. En die kan je gewoon het e-book, het gloednieuw e-book, weet je eigen Sherlock downloaden. En ik zeg je nu al, blok alvast 28 januari om 11 uur. Blok het alvast in je agenda, jongens en meisjes. Want daar komt een geweldige live masterclass van Rianne. Daar wil je gewoon bij zijn, jongens. Daar gaan we iets fantastisch doen. Maar blok het alvast in je agenda. En zorg ervoor dat je erbij bent. Chantal zegt, mooi verhaal en 100% waar. Yeah. Te gek. Zullen we een kaartje gaan uitdelen? Zullen we een kaartje gaan trekken of heb je nog een... Mag ik nog één ding? Alles zeggen, want, en dan nou komt even de filijne kant in mij naar boven. Mag dat? Kijk, ik zie bij Marloes staan, niet, hè, dat als het gaat om die commitment voor de magic, dat zij zegt, ik doe het niet in de groep, maar wel in mijn schriffie. Ik heb mensen heel duidelijk uitgenodigd bij voorbaat, inclusief de spelregels. En waarom die spelregels? Omdat we met elkaar moeten verbinden. Omdat we met elkaar eerlijk mogen zijn. Omdat het, als jij meedoet, doe je dat niet alleen voor jezelf, want daar gaat het om, maar ook voor de anderen. Dan is dat ook om elkaar te stimuleren. En dan is het ook om een stukje van je eigen blokkades te doorbreken door je inzichten in een veilige omgeving, je inzichten met anderen te delen. En het klinkt misschien raar, Marlou, maar ik voel hier toch een stukje vluchtgedrag. En stukje? Oh, ik bedoel, stukje? Vluchtgedrag. Nee, je weet zei je een stukje, zei je. Ja, oh ja, ja. Kijk, als je ergens aan begint, ga dan niet halverwege de spelregels veranderen. Doe het dan, want het was van tevoren heel duidelijk. En in het begin heb je dat ook echt gedaan, Marlou. Heb je dat ook steeds in de tribe gedaan. En op het moment, want we gaan steeds dieper. En het wordt steeds eerlijker, het wordt steeds kwetsbaarder. Maar als jij op een gegeven moment dan weer kiest om het in je eigen veilige omgeving, in je eigen comfortzone, van je eigen schiffie te doen, dat is nou juist de essentie van commitment. Kijk, dat is hetzelfde, Aramiek, dat jij zegt, iedere dag een ochtendpost, ja, die kan ik ook in mijn agenda gaan schrijven. Maar zo simpel is het wel. Dus Marlou, ik nodig je echt uit. Ga het delen in de tribe. En niet omdat ik er beter van word. Want die tribe kost mij alleen maar geld. Daar moet ik iedere maand fixe licenties voor betalen. Die tribe kost mij alleen maar tijd. Want ik ga ook reageren. Ik zet daar ook mijn inzichten in. Ik doe daar ook. Als mensen vragen hebben, antwoord ik daar ook op. Dus dat is niet zomaar een speeltje. Dat heeft een doel. En loop niet weg voor de enorme kans die community jou kan geven. Want dat gun ik jou. Maar je zult met de billen bloot moeten. Helemaal. Ik hoor een helikopter dus aankomen. Dus ga niet halverwege de spelregels veranderen. Want dan had je er niet aan moeten beginnen. Had je het op je eigen manier moeten doen. Snap je? Maar ik vind het zo tof. Want Marlou is fantastisch. En Marlou schrijft ook gewoon aanstaande donderdag. Want dan hebben we weer een Zoom-sessie voor de Love Your Life. En wat ik zo mooi vind in Amalou, ik kan dit altijd tegen haar zeggen. Maar dit zijn wel dit zijn nou net de punten waar je groei zit. Yes. Ik hoor volgens mij een helikopter binnenkomen. Luister maar goed. Dit is de reddingshelikopter. Wat ga je doen? Ga je naar de helikopter zwemmen? Of blijf je in je eigen dingen opgeven, guys? Helikopter zwemmen. Ik wens jullie allemaal heel veel helikopter zwemmen. Die heb ik even geleend van een intro van een liedje. Ja, en absoluut. En wat je zei, dan ga ik niet een schop na geven aan Marlou, want die heeft het gewoon begrepen. Ze zegt, you're so right. Guys, het moment dat jij allemaal uitwegen gaat
uitvinden. Het moment dat je dingen gemakkelijk gaat doen. Guess what, worden jezelf vanzelf gemakkelijker. En op die manier ga je alleen maar jezelf, zeg maar, in de steek laten. Dus any given idea. Als wat je beloofd hebt. Het moment, ze zei je heel mooi, Rianne, dat het een teken van zelfliefde is. Commitment van zelfliefde. Dan saboteer je je eigen zelfliefde. That's it. En we zijn maar spiegels, you know. En Marlou zegt, hoe heet dat nummer ook alweer? Dat heet... Billy Joel, toch? Yes, Good Night Saigon. Ja, dat begint 30 seconden... Wat is het? 30, 45 seconden. Ach, prachtig. Ja, als je hard te breken wil. Maar ik dacht, ik moest nadenken, waar zit een helikoptergeluidje in? Ik dacht, oh ja, dat was Goodbye Saigon natuurlijk. Dus ga het doen zoals ze... Yes, remember Charlie, remember Baker. Ah, ja, hou maar op, ik krijg helemaal kippenvel. Schrikkelijk. Want... Oh. Ja, het is echt heel heftig. Oh. Ik zal nog even een stukje laten. Da, da, yeah, baby. Ja, zo zie je maar, jongens. Heftig nummer, zo'n mooi nummer. Waar vandaan komen we, waar naartoe? Nou, laat ik dan gewoon lekker naar de heerlijke afsluiting gaan. Mijn favoriete onderdeel van vandaag. Yes! The blessing of the day. Ja, stop. Oh. Nou. Don't count the days, make the days count. Zo, dat is een mooie, hè? I mean, that's it, jongens. Don't count the days, make the days count. Van Muhammad Ali. En kijk maar, het zonnetje schijnt. Het is een prachtig mooi meisje. Heerlijk, heerlijk. En volgens mij heeft Chantal via mixmediafan.nl en via chantalmeester.com heeft ze volgens mij een heel geweldig deal voor de greetings card en voor de inspiration card. Dus check it out. Go check it out. Chantal zegt, ja, mooi maar heftig. Moet altijd huilen als ik het hoor. Ja, bij het eerste turn, dan lig ik al gewoon klaar met huilen. En... tranen tuitend weer, kippenvel weer. En ook Chantal zeg ik ook, Rianne. Jongens, yes. Absoluut. En ik kan het niet nog een keertje zeggen, maar ik ga het gewoon nog een keertje zeggen. Guys, ga alsjeblieft. Waar is die? Ik ben hem weer... Hey, ik had hem hier net neergezet. Yes, download nu. Wees je eigen Sherlock. Zorg dat je eigen Sherlock gaat worden. Dreamchaserslab.com/Sherlock. Zorg ervoor dat je die boek gaat downloaden. Want dan zie je meteen wat we daarna gaan doen. Wat er gebeurt. Daarna kom je op een volgende pagina. Kan je het volgende... volgende e-book downloaden, namelijk de e-magazine Schatgraaf in Jezelf. We zijn daarmee bezig. Daarna ga je aanmelden voor de... Maar weet je, dit is een begin van een hele reeks activiteiten. En als je slim bent, ga je achter op de fiets bij mij en Rianne zitten. Dan gaan we met je mee. Dan kan je, zelfs als het niet geschikt is voor je, zelfs als je denkt van, ik heb genoeg gedaan of ik ben al succesvol. Doesn't matter. Dit noemen ze funnel hacking. In marketingtermen noemen ze dit funnel hacking. Wat is funnel hacking? Je gaat bij je geweldige voorbeeld, mentor of concurrent achterop zitten. Je meldt je aan voor een event. Dan ga je kijken, wat sturen ze wanneer, op welke manier zijn ze hun business aan het doen. Makkelijkste manier om geld te verdienen, jongens. Echt. En Marlou zegt, ja, thanks Joybringers. Het was weer een fantastische ochtend. Ja, absoluut diep. Laat ik als eerste mijn co-host van vandaag. Wat zeg je nou, co-host? Mijn host van vandaag. Rianne bedanken, dames en heren. Mag ik applaus voor Rianne? Dankjewel. Yeah, fantastisch. Dankjewel dat je er was. Dit was trouwens onze 55ste aflevering samen. Ik ben het een beetje aan het bijhouden. Dankjewel dat je al die weken de dienstdagen tot een magische dag aan het maken bent. Want dit is echt, ik kijk er iedere week weer naar uit. Enorm gaaf om hier te zitten samen met jou. Sabrina zegt bedankt, Rianne en Armin. Jullie zijn mijn dienstagmorgen cadeautje. See you. Ja, absolutely guys. Thanks a lot voor alles wat je doet, Rianne, voor ons. En again, ook wat je nu aan het aanbieden bent met de gratis producten die je aan het weggeven bent. Volg Rianne, guys. Volg haar hier op LinkedIn, Zonnie. Check Instagram bij haar, Dream Chasers Lab. Ga haar volgen, want we gaan nog veel meer doen. Volgens mij is je volgende live-uitzending aanstaande donderdag, toch? Aanstaande donderdag ga je in Instagram live. Via Insta bedoel je? Nee, woensdag. Woensdag. Dus woensdag. Maandag, woensdag en dan vrijdag yes, weer. Yes, maandag, woensdag, vrijdag. Dus zorg ervoor dat je haar morgenochtend om 11 uur, 11 is ze volgens mij weer live. En yes, absolutely. Even kijken. Dit is zo grappig, jongens. Echt, er gebeurt echt magische dingen vandaag. We gaan zo meteen bellen met Rianne. Maar houd in de gaten. Ga naar www.dreamchaserslab.com.
www.blok.com/Sherlock. Zorg dat je e-book gaat downloaden. Blok, 28 januari om 11 uur. Je agenda, want dan gaan we iets fantastisch met je uitdelen. En ik wil alle kijkers bedanken. Mijn lieve Chantal, Marlou, Tina, Sabrina. Even kijken, er waren zoveel mensen bij. Helene, Raymond. Even kijken, wie was er nog meer bij? Linne was in de ochtend er ook bij. Even kijken, Jolanda. Even checken. Nou, iedereen die live was, iedereen die genoten heeft, maar ook de herhalingkijkers en podcastluisteraars. Dankjewel. Ik spreek jullie graag volgende week. Lieve Rianne, muah, fantastisch dat je erbij was. We bellen zo meteen. En jongens, morgenochtend om 10 uur, ga ik het hebben over stap 5 in jouw beste jaar ooit challenge. Gaan we het hebben over Wheel of Life. Want dan ga ik ervan uit dat jullie je doelen op orde hebben. Dan gaan we het hebben. Oké, wat ga je dan doen? Hoe zorg je nou dat je echt jezelf accountable gaat houden? Daar gaat het morgen over. Maar voor nu, dankjewel lieve Rianne. Alle live kijkers, alle live luisteraars. See you later allemaal. See you morgen 10 uur. Bye. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. See you later. Hoi. Later. Hoi.